Vrijdagavond speelde NEC de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven en het speelde wederom een bar slechte wedstrijd. Uiteindelijk verloren de Nijmegenaren met 3-2. Wat ging er volgens jou mis? Ja, aan het begin twee standaard situaties in de counter, scoren ze twee keer. En dan weet je dat je een lastige avond gaat krijgen met de 2-0 achterstand. Maar daarna in de rust proberen alles aan te doen om recht te zetten, maar we scoren denk ik te laat. Stond het dan niet goed volgens jou bij die counters? Ja, ik denk dat we wat scherper konden zijn in de tweede bal en we werden daarna op snijd afgetroefd. Het stond ook niet goed, want je moet er gestaffeld staan. Je moet eentje ervoor, eentje erachter spelen. En het tweede is dat je vanuit de 16 gewoon beter moet reageren. Je kunt niet... dat geven we gewoon echt cadeau. Dat is echt dood en doodzonde. Ja, want dan loop je meteen weer achter de feiten aan. That's it. En dat is elke tegendoelpunt die we krijgen gebeurt op een bijna ludieke manier. Ja, dan proberen we ons terug te vechten. Dat lukt op zich aardig, alleen niet goed genoeg natuurlijk. Maar je bent vooral gedurende de wedstrijd zelfs teleurgesteld dat je zo die twee doelpunten weggeeft. Dat op die manier gebeurt. En je probeert wel te vechten, probeert te wisselen door het veel offensiever neer te zetten. Want ja, je had de controlerende middenveld eruit en je gaat met twee spits spelen en twee aanvallende spelers in het midden. Nou, ja. En dan Kadioglu er nog achter. Ja, Ferdi natuurlijk. Ja. Ja, dan kom je terug van Oranje onder 19. Ja, dan wil je hier vlammen natuurlijk. Ja, wat doet dit dan met je persoonlijk? Ja, natuurlijk is het kut. Je wilt heel graag winnen met team. NEC is nu prioriteit. Je wilt kampioen worden. Maar zo kan dat niet.